Wel, de fusiegedachte, dat komt natuurlijk ook in de actualiteit, krijgt dat een heel belangrijke taak toegemeten. En dus als ik daar zelf over nadenk, vanuit het bestuur, dan zie ik daar zeker wel de voordelen van. Dat de schaalvergroting, dat die zeker naar het boeken van efficiëntiewinsten, dat naar de financiële situatie van de verschillende fusiegemeentes een zeer interessante rol kan spelen, daar ben ik wel meer dan van overtuigd. Ik zie natuurlijk wel op het terrein en binnen de gemeente dat het voor de burger een heel moeilijk verhaal is. En dat die op dat niveau of daar zeker niet klaar voor zijn, dat zij nog geen bereidheid hebben om daarin mee te denken. Misschien wel te denken, maar zeker niet om de stap te zetten. En dat daar nog absoluut heel wat werk aan de winkel is. Er zijn heel veel besturen de dag van vandaag al bezig met integratie tussen gemeenten en OC&W. We zien heel veel personeelsdiensten, financiële diensten samengaan. We zien ook al heel veel secretarissen die dat de rol van OC&W-secretaris en gemeentesecretaris samen opnemen. Ik durf zelfs meer te stellen. Ik heb het gevoel een beetje dat Vlaanderen achterop hinkt en misschien zelfs niet op tijd klaar geraakt. En dat sommige besturen al vragen stellen van kijk, kan alles puur wettelijk wel georganiseerd worden. We zijn eigenlijk een beetje een vragende partij naar de regelgeving om alles ook tegen 2019 in orde te krijgen. Dus we hopen eigenlijk wel dat de regelgeving op tijd klaar zal zijn, zodanig dat die integratie effectief een feit is. Want op het terrein zelf, de dag van vandaag, zijn er al heel veel bezig en is er denk ik al een hele grote samenwerking tussen gemeente en OC&W.